De vraag die iedereen bezighoudt, blijft Abu Talib of gaat hij weg? Ik heb besloten vandaag de commissaris van de Koning, ook de gemeenteraad te informeren dat ik heel graag nog een poosje in Rotterdam zou willen blijven dienen. Ik voel daarvoor nog veel kracht en veel energie en ik bruis nog van ideeën. Niet afgeblust. De afgelopen 2 jaar hebben mij alleen maar hechter doen binden aan deze mooie stad. Okay. Wat zijn uw overwegingen geweest om uw termijn te verlengen? De eerste overweging is natuurlijk altijd persoonlijk van aard. Kan ik het nog opbrengen? Heb ik er nog energie voor? Heb ik er nog kracht voor? Heb ik er nog ideeën over de stad, in de ontwikkeling van de stad? En ik moet eigenlijk al die vragen na lang nadenken en praten met velen positief beantwoorden. Het antwoord is ja. De tweede overweging is de stad zelf. Die zit in een hele belangrijke fase. De energietransitie, de Feyenoord City-ontwikkeling die eraan zit te komen, een schone haven, het Boijmans van Beuningen Museum renoveren, maar ook veel nog sociale kwesties, een nationaal programma Rotterdam-Zuid, het ontwikkelen van West. En niet te vergeten de echte kwestie ook van multiculturele steden, de vrede in de stad. Heb ik er nog ideeën over het binden van mensen en het werken aan het bevorderen van vrede. Dat laatste is niet alleen maar een zaak van beleid, dat is ook een zaak van persoonlijk commitment en ook persoonlijk voor willen gaan.